Deze nieuwsuitzending gaat over een korte geschiedenis van Nederland. En het is nu iets over 4:30 in de middag. En ik wil het kort houden. Want jullie kijken ongeveer 10 à 11 minuten. En dan is het toch weg. En de korte geschiedenis van Nederland. Nederland. Niet de Nederlanden. Daar ga ik het over hebben. Wat is Nederland? Nou, Nederland is een delta. Het is een onderdeel van een delta. De delta die begint in het oosten bij de Eems. En die eindigt in het zuidwesten bij de... Hoe heet dat ding? Schelde. Weet ik, ja, de Schelde. En daartussen heb je de Maas en de Waal en de Rijn. En nou, de IJssel is een afsplitsing van de Rijn. Ja, kortom, watergebied. Wij zijn de delta van Europa. Dat is anders als je naar het zuiden gaat, dan ga je naar Frankrijk, hè, als je door België heen rijdt. Hè. Dan heb je heel andere luchten, ook heel ander terrein. En het is een stuk warmer dan hier. Ga je naar het oosten toe, kom je in Duitsland. Daar hebben ze van die bergen. Als je maar lang genoeg doorrijdt, dan kom je in dat, krijg je ook een heel ander gebied. Nou is er een uitspraak geweest van prinses, of heet ze nou koningin, maar volgens mij mag dat, of juist weer wel. Maar toen was ze prinses, Maxima. Maxima, ik denk Maxima. Die Latino, hè? die uit Argentinië. En die zei, er is geen Nederlandse cultuur. Oké. Dat zal dan wel, hè? Als zij dat zegt. En wat is dan die Nederlandse cultuur die zij mist? Wat is het probleem? Nou, om het in het kort uit te leggen. Toen dat wat nu het Heilige Romeinse Rijk heet. Op zijn Engels de papacy. Het pausdom. Dat we allemaal allemaal volgelingen zijn van de plaatsvervanger van God. Op zijn christelijks gezegd. Want voor ons christenen is Christus Jezus God. Put. Nou, er is dus een idee van, dan maken we een man. En die is net als Christus Jezus, God dus. En dat gaan we lekker doorzetten. Dat is nu. In die tijd had je alleen dat gestamp met die soldaten en dat stomme Latijn. Maar Latijn is, ik hoop dat ik daar de tijd voor heb, maar Latijn is een geknutselde taal. Een stelletje oude mannen. Die hebben een concilie gehouden met een paar notitieblokken en wat schrijfmateriaal. En die hebben gewoon gezegd, oké, aqua, aquam, aquo, aqui. Wat is dat? Aqua is water, aquam is ik ga naar het water. Aquam is ik ben in het water gevallen en ik kom er net uit. Aquu is ik val, denk ik, in het water. Zo. Knutseltaal. Ja, dan hadden ze daar met die knutseltaal, omdat die vrij eenvoudig in elkaar zit. Want ja, soldaten hoef je toch alleen maar te zeggen van daar naartoe, een beetje wijzen en dan woef, woef, waf, waf. En dan vallen ze wel aan. Dat waren barbaren, zo werden ze genoemd. Brabbelaars. Had ermee te maken, ze namen mensen uit Hongarije, Bulgarije, Noord-Afrika, het zuiden van Italië. Het maakte niet uit. Als je maar arm genoeg was dat je geen nagel om aan je reet te krabben had, nou, dan kreeg je gewoon een uniform en een baantje. En zo werd er dus een veldheer naar het noordwesten van Europa gestuurd namens de paus, ja, wat later, de Pontifex Maximus, kan ik zo maar zeggen. Want Caesar was de Pontifex Maximus. Ik weet niet of het de tijd van Caesar was,
Maar je kan je er iets bij voorstellen, want het Romeinse Rijk had ook één leider, hè? De Pontifex Maximus. Dat betekent de allergrootste bruggenbouwer. Pontifex is bruggenbouwer, Latijn. Want pont, sur le pont d'Avignon, on y danse, sur le pont. Dat is de bruggenbouwer, de Pontifex, die fixt de bruggen. En dan de Maximus, dus de allergrootste bruggenbouwer. Die stuurde dus een van zijn onderdanen met een paar honderd man van neem dat gebied in wat zo dadelijk Nederland gaat heten en waar Perry Winkel over mij gaat lopen zeuren. Om het maar even science fiction te maken. Dat is wel een leuke grap toch? En er was die veldheer, die kwam dus in dit gebied rondom het jaar min zoveel. En die dacht, OMGVD. En die mannen van hem, jongen, allemaal onder de muggen bulten. En er was er eentje aangevallen door een beer. En toen kwam het water omhoog. En dan moest hij eens roepen van, mijn voeten worden nat, mijn voeten worden nat. En als ze onderdanen brullen van, bij jou zijn je voeten nat, maar bij mij is mijn onderbroek nat. Ik sta tot mijn middel in het water, klojo. Dus hij smeekte gewoon aan zijn baas van, laten we deze missie gewoon stoppen. Dit wordt helemaal niks. Laat het gebied maar gewoon, er wil toch niemand wonen. Dus waarom zou je het innemen? Nou, die paus, die Pontifex Maximus, die Julius Caesar, die nam er natuurlijk geen genoegen mee. Die dacht van, jij onderdanen, je bent een beetje gestoken door een paar muggen. En er zijn een paar van mijn medewerkers opgegeten door een beer of een wolf. Ja, nou en? Ik heb een hoger doel. Dus die paus lekker doordrukken. Wat heeft de paus dus heel Europa katholiek gemaakt? En er kwam dus daarna het christendom kwam op. En de paus dacht van, you the F me? Wat nou? Hè? Ik ben de baas van de economie en van de spiritualiteit. Twee dingen zijn van mij. Twee dingen maar. Hè? Ik hoef alleen maar de baas te zijn van de economie, van het geldbeheer. En ik bepaal wie er wat krijgt. Want jij krijgt een tientje, maar jij mag 20, want jij bent mijn vriend. Dus ik ben de baas van de economie. Ik ben de baas van de poen. Ik ben de baas van, dat noemen ze de temporaliteit, van hoe het nu is. En ik ben de baas van de lange termijn. Want ik weet alles van. Waar weet je eigenlijk wat van? Die paus, ik geloof er helemaal niks van. Maar dat was zo die gedachte. En toen die paus had zoiets van, nou, dat is allemaal leuk, want dat was allemaal gelukt. Hij had als soldaten toch hier naartoe gestuurd en iedereen onderworpen aan de paus. En toen dacht hij van, mooi zo, en dan gaan we nu cashen. Net als met Monopoly, hè? Je moet zoveel mogelijk straten kopen. In dat spelletje Monopoly, of Monopoly, zijn we vroeger. Monopoly. Zoveel mogelijk straten kopen. En iedereen moet toch met de dobbelsteen gooien. En dan komen ze op een straat van jou en dan ga je cashen. En die paus die maakte zich zorgen van, ja, hoe ga ik nou cashen? Want hij had afgesproken, voor de militaire beveiliging moet je 5% van je omzet of zo. 5% van je oogst draag je af, want dan heb ik die militairen en die zorgen ervoor dat, heeft hij trouwens helemaal niet voor gezorgd, maar dat zou er dan voor zorgen dat die Mongolen uit het oosten, die allemaal hier naar Europa wilden komen kijken om onze vrouwen, die snappen het wel. En onze oogst in te jatten. Nou, hij zou dat dan tegenhouden met zijn militairen. Dat kostte dan 5%. Dus iedereen ging ermee akkoord. Dat lijkt niet zoveel. Nou, toen bleek het vervolgens dat hij dat helemaal niet kon. Vooral het verhaal van Alaric. Die kwam uit het oosten aandenderen. En alles wat er maar uitzag als een stad. Nou, dat was echt de bok. Het was gewoon attack, attack, attack. Dat was gewoon het Nederlands elftal in de betere dagen. Dus die militaire overheersing van Europa, dat ging niet helemaal lekker. En toen kreeg hij dus ook nog, die paus, die arme Pontifex Maximus, te maken met een nieuw geloof. Wat hij zelf niet verzonnen had. Dat was niet van hemmie. En die mensen van dat geloof, die hadden helemaal geen kerken. Die waren zo arm als de neten. Ze hadden een vrouw en ze hadden kinderen.
En ze zorgden, iedereen zorgde voor elkaar. En dat waren harmonieuze gezinnen. En die harmonieuze gezinnen die vormden harmonieuze dorpen. En er werd keihard in gewerkt. Gewoon omdat iedereen die werken kon, die vond het leuk en fijn om te werken. Want ze werkten voor zichzelf. Nou, daar kreeg de paus een pesthekel aan, jongen. Hij dacht in eerste instantie, nou weet je wat, afmaken. Nou, en toen was het, hebben ze hele dorpen uitgemoord. En toen hadden ze iets van, nou dat is nog niet genoeg effect. We gaan ze nu afmaken aan plein publiek. En dan heb je dat ding daar in Rome, de Colosseum. Hè. Daar werden de christenen gewoon gevoerd aan wilde beesten. Iedereen lachen, jongen. Punt was dat er bij zo'n Colosseumbezoek ook mensen waren en die keken wel degelijk. En die dachten bij zichzelf, waarom? Wat heeft die christenfamilie, die vader, die moeder en die kinderen, die nu voor mijn ogen levend gegeten worden, wat heeft die fout gedaan? Kortom, dat christendom verspreidde zich als een vuurtje. Voor iedere christen die ze omlegde, kwamen er bij wijze van spreken 10 terug. Het lichtte er maar aan hoe druk het was in het Colosseum en in welke mate mensen aan andere mensen vertelden van, ik ben in het Colosseum geweest en dan zag ik die man, die woont om de hoek met die vrouw en die had toch die bakkerij, ja, die is opgegeten door de leeuwen. En dan vroegen mensen zich af, waarom? En dan kon diegene alleen maar zeggen, nou, hij had, en dat heette toen nog niet de Bijbel, maar hij was christen. Ja, en dat was een hele aanzuigende werking. En in het jaar 325 had je die keizer, die heette Constantinus. En die heeft toen gezegd, oké, nou is het afgelopen. Als ik dat christendom niet kan uitmoorden, dat lukt me niet. Ik kan afzonderlijke dorpen laten uitroeien, maar het op een of andere manier sijpelt dat christendom door mijn rijk heen. En ja, ik wil gewoon dat iedereen naar mij luistert. En niet naar iets anders. Geen zelfstandige grassroot bewegingen, AUB. Als er iets gaat over het geloof, dan komt dat van mij. Als er iets gaat over het geld, dan krijg je dat van mij. En niet je eigen geld gaan verdienen. Je komt gewoon netjes aan mij vragen of je wat geld mag. En ik bepaal of je dat krijgt. En zo was die Pontifex Maximus. Die Constantinus dus ook, hè. En die zei van, hey, ik heb een hele briljante strategie. We maken het christendom het staatsgeloof van het Romeinse Rijk. En dan veranderen we het Romeinse Rijk in het Heilige Romeinse Rijk. Heeft hij daar een hele hoop geld tegen aangesmeten? Allemaal christelijke gemeenschappen voor de gek gehouden? En toen heeft hij de geschriften die uit Jeruzalem kwamen oorspronkelijk. Want daar is het begonnen. Dat had allemaal te maken met het Christus Jezus. En of hij nou geleefd heeft of niet. Die discussie gaan we niet aan. Voor mij heeft hij geleefd. En was het de Zoon van God. De enig geboren Zoon van God. Oftewel de allerbeste klokkenluider tot aan nu toe. En Micha Kat. Dat gaat dan ook door voor een klokkenluider. Maar die kan daar een puntje aan zuigen. Want het is geen Migakat taalgebruik wat meneer Christus Jezus eventjes gedicteerd heeft. Dan heeft hij die christelijke gezegden, die christelijke parabelen, die christelijke verhalen, die alles te maken hebben met wat uit het oosten komt. En dat ga ik een andere keer wel over hebben. Maar al die vriendelijke verhalen. Want het maakt niet uit hoe het gaat. Hè. De eerste zullen de laatste zijn. Om er maar eentje uit de doos te grijpen. Dat is een verhaal, daar kan je echt. Ik denk er nog steeds over na. Hoe dat in elkaar zit. En wat het voor mij betekent. Hè.
Nou, hij, die Constantinus, die heeft dus al die mooie dingen, en die heeft hij niet zelf gedaan, maar heeft hij opdracht toegegeven. Al die mooie dingen, die heeft hij vermengd met Babylonische meuk. En als je daar meer van wil weten, dan moet je nu even een pen pakken. Ik kan het ook wel met de YouTube naar voren halen, maar dat doen we gewoon niet. Als je er meer van wil weten, dan pak je een pen. En dan schrijf je op als eerste Isis. I-S-I-S. En dan schrijf je op Osiris. O-S-I-R-I-S. Dat is haar overleden man. Zo gaat het verhaal. Ik doe een beetje spoiler alert. En hun zoon, en die heet Tammuz. Een Tammuz, dat is eigenlijk Tammuz, op zijn Nederlands. Dus T-A-M-U-Z. Nou, die mythe, en dat is een hele oude mythe, dat gaat nog veel langer terug. Als je er meer van wil weten, Jordan Maxwell, die kan je daar veel over vertellen, hoe dat in elkaar zit. Dat is het Babylonische geloof. Hij heeft dat vermengd, Constantinus, laten vermengen met het christendom. En daar iets van gemaakt en dat lijkt christendom. Maar het is gewoon het oude Babylonische geloof. En dat is niet leuk. Het is gewoon niet vriendelijk. Het is gek. En de mythe van Isis en Osiris en Tammuz, ik ken hem uit mijn hoofd. Maar ik ga dat niet vertellen. Het is gewoon echt zo'n stom verhaal. Heel materialistisch. De kern van het verhaal is dat een vrouw dan denkt, ja, mannen, ze kunnen beter dood zijn als je het geslachtsorgaan nog maar hebt. Maar mannen moet je niks mee te maken hebben, behalve dat ze dat ene ding moet je overeind houden. Ja, het is niet mijn verhaal, snap je? Ik heb er alleen maar kennis van genomen, ik weet hoe het zit. Maar dat zit erin. Nou, en toen werd dat geloof, dat werd het globale, het algemene, het universele, oftewel het katholieke geloof genoemd. En als je wat anders deed, dan was je een heiden. En dat, dan krijg je SM, jongen. Zo de knetter. Vooral als je natuurlijk een mooie vrouw bent, hè. Je moest vooral als mooie vrouw moest je een heiden zijn. Nou, dan had je nog 48 uur plezier voordat je helemaal een beetje duizelig. Wat is me allemaal gebeurd? Was dat nou leuke SEKS? En dan stond je met je blote voeten op de brandstapel. Dat is allemaal gebeurd. Ga mij niet vertellen dat dat niet gebeurd is. Hè? Niet liegen over de geschiedenis. A.U.B. En zo is Nederland ook overgenomen. En ze hebben onze vrouwen ook allemaal gepakt. Toen kreeg de paus, die kreeg geldgebrek. Ja, vind je het gek? Je zit een beetje een volk uit te mergelen. Dus hij had meer geld nodig. En toen begon hij met een geweldig idee. En dat was het legaliseren van misdaad. Wat wij tegenwoordig kennen onder het begrip verzekering. Dus je betaalt gewoon een bedrag. En dat maakt verder niet uit wat je doet. En als er dan wat gebeurt, is alles voor elkaar. Dat is een verzekering. En die katholieke jongens, die hadden zoiets van, nou, dan gaan we misdrijven verzekeren. Dus dan, als je wat stouts gedaan had, dus je... Er was een of andere oude, een vrolijke weduwe in het dorp. En heb je gewoon de tas afgepikt. Hè? En daar zat een horloge in. En een portemonnee zat erin. En weet ik veel, een ander briefje wat je ook dan kan verzilveren. Zo. En dan moest je zo snel mogelijk naar meneer Pastoor toe. En dan moest je gewoon netjes zeggen van... ja, ik heb een misdrijf gepleegd. Wat moeten we nou? En dan zei meneer Pastoor, ja, wat heb je precies gedaan? En dan moest je eerlijk vertellen, maar eerlijk, wat je had gedaan. En dan zei meneer Pastoor van, nou, 10 dukaten. Of 10 zilverlingen,
30 zilverlingen. Om er een grapje van te maken. 1 goudstuk. En dan was de paus was tevreden. En dan mocht jij gewoon vrij uit. En dan kreeg je echt een contract. Kreeg een contract van de paus. En als er dan een rechterlijke macht was, een wereldse macht, een of andere rechter, en je was gearresteerd of zo, dan moest je dat contract uit je borstzak trekken. En dat gaf je gewoon aan de rechter. En dan zei je, toedeledokie, I will see you when I get there. En zo zat dus die katholieke kerk, die viespeuken, misdaad te bevorderen. Er zijn ook hele leuke anekdotes over. Dat ga ik nu niet vertellen, maar die zijn wel heel grappig. Want het is ook een paar keer fout gegaan voor Hullie. Hè? En die zijn wel geinig. En in 1517 heeft een katholieke priester, dus een eentje van hun, die kwam daar dus achter, hè, dat de Bijbel, als je dat gewoon een beetje op de katholieke Bijbel oppervlakkig leest, dan denk je, oh, wat een mooi boek. Maar als je hem goed leest, dan zie je dat er bepaalde dingen in staan. Van dit mag in principe wel, maar dat mag in principe niet. En Maarten Luther, die kreeg dus een groot probleem met het feit dat hij in zijn Bijbel, hij kon Latijn, hè, in zijn Bijbel kon lezen van ja, maar er staat dit en er gebeurt dat. Dus Maarten Luther die gooide zijn kont tegen de krib aan. En een krib, dat is een, daar is Jezus in geboren, maar dat is een, eigenlijk een voedingsbak voor varkens of zo. Of vee. Maar Maarten Luther gooide zijn kont tegen de krib aan. En die heeft toen die 95 stellingen tegen die aflaat business, mag je op het Nederlands denk ik zeggen, indulgency business, de aflaatindustrie, zo moet je het zeggen, de aflaatindustrie. Hij heeft hier gewoon ongelooflijk tegen gefilmineerd. Maar dat is doorgeslagen ook naar Nederland. Net als in Duitsland is het noorden van Nederland niet katholiek. Niet heel erg katholiek. Hè? Er zitten natuurlijk wel katholieken. Maar in principe doen we daar niet aan mee. De katholieken zijn van het zuiden. Daar komen ze ook vandaan. Hè? Ze komen uit Babylon, via Babylon, via Egypte, Griekenland, Midden-Persië, en toen naar het noorden van Italië. En toen kwamen ze hier. Nou, wij hier, die dus met Maarten Luther kennis gingen nemen van wat er eigenlijk in de Bijbel stond. En niet dat gekke gezeur van meneer Pasteur met zijn Lucifer Axaminois Indulgio Lucifer. Ze kregen het in de gaten. Want de boodschap van Christus Jezus, dat is de boodschap van het leven. En dat heeft aangeslagen hier in het noorden. Wij werden dus een protestant. Lutherse gemeenschappen, Nederlands hervormd, gereformeerd, calvinistisch. Je hebt ook nog de reformantie. Reformantoren, apostolisch genootschap. En die katholieken er tegenin natuurlijk. Hadden ze geen zin in. De kerken stroomden leeg. We hebben een beeldenstorm gehad. We hebben gewoon al die stomme beelden in die stomme katholieke kuddekerken. Die hebben we gewoon allemaal gesloopt. Ja, wat denk je wel niet? Kom ik tot zaligheid door te kijken naar een beeld van de Zwarte Maria? Ga er weg. Dat is een regelrechte overtreding van het tweede gebod. Dus die lui die moeten gewoon eerlijk zeggen, wij zijn de Babyloniërs, wij doen kleutersneuken, wij doen de mensen opeten, wij doen allemaal gekke dingen en wij zijn jullie de baas. In plaats daarvan doen ze gewoon net alsof ze van ons zijn.
Ja, wij zijn ook... Zo'n pauzes ook. Dan heeft het over het verdelen van de rijkdom. Dat zegt hij dan tegen ons. Dan denk ik van, ja, klojo. Kijk eens naar je eigen gebouwen en je eigen landbouwgronden. En hoeveel mensen hebben er honger? De paus heeft Zuid-Amerika helemaal leeggezogen. Daarom is Zuid-Amerika ook zo arm. Omdat de paus daar langs is geweest. En wij maar denken, nee, die Zuid-Amerikanen zijn zo arm omdat ze te stom zijn. Ja, misschien waren ze te stom om in te gaan tegen de paus. Maar die Zuid-Amerikaanse mensen die waren 1,50, 1,60, 1,70 lang. En dan komen die lui uit Spanje en die zijn dan 1,70, 1,80 lang. Ja, wie gaat er winnen? Ze zijn gewoon afgeslacht en onderdrukt. En dan moet je kijken wat de paus creëert. Ga maar kijken naar een buitenwijk van Sao Paulo. En nu de Nederlandse cultuur, want daar ging het over. Kijk, de Nederlandse cultuur, we hebben dan aangehaakt met het protestantisme van Maarten Luther. Of wat Maarten Luther begonnen is, en dat was een protestantisme van ons allemaal. Iedereen die een beetje Bijbel gelezen had, die snapte dat er iets aan de hand was. Wij haakten, dus het was 1517, Luther. Toen kregen we dat gedonder met de 60-jarige oorlog, of de 80-jarige oorlog. In ieder geval de paus kwam achter ons aan met de graaf Dalva of zo. Hè? Duk Dalva. Doetje. En een doetje is toch een graaf. Hè? Of een hertog, nee, hertog al. Hertog van Alva. Zo was het. En een gesodemieter, jongen. Daar hadden we helemaal geen zin in. Stomme Spanjaarden, stomme katholieken. Rot op. Nou, we hebben ze in het noorden van Nederland. Het ging allemaal redelijk. En dan heb je dus wij zijn maar een stukje van de delta. Eigenlijk is de eerste rivier, dat is de Eems. En de tweede, dat is dan de IJssel en de Rijn. En dan heb je daaronder de Waal. En dan krijg je nog de Maas. En dan krijg je nog naar het zuiden de Schelde. Maar hier in Nederland hebben we dus alleen maar de Rijn en wat eronder ligt. En dat is een scheiding geworden. Dus in het zuiden van Nederland, daar zitten de katholieken. Die vieren allemaal carnaval. Die doen gewoon eens per jaar, alleen maar eens per jaar mal. Wij niet. Wij zijn christen. Wij doen in de gedachte doen we mal. Moet ik toestemming hebben van een of andere manier met een fraaie hoed wanneer ik mal mag doen? Ja, want we moeten met z'n allen tegelijkertijd mal doen. Dat vindt de paus goed. Ja, en dan één keer per jaar. In februari, als het stervenskoud is. Ja, leuk zeg. Maar goed, dat doen die stomme Brabo's dan maar. Katholieken. Klamp je er maar aan vast. Nou, in Nederland had je toen, sinds kort weet ik dat er een man is en die heette toen Van Limborgen. Hij was een Limburger, een Limborger. En Jurk Gliesman die doet daar een boekbespreking van. Want het is vertaald in het, ik weet niet precies hoe hij dat doet, maar luister maar naar Jurk Gliesman over die Nederlander. Die vertelt interessante dingen over hoe het ging met de katholieke kuddekerk, de KKK, in die tijd. Wat wij ook hebben gehad is een man en die heet Erasmus. Hij heeft een hele mooie voornaam. En bij de voorbereidingen dacht ik al, ik weet die voornaam niet meer. Ik kan hem wel opzoeken, maar als je gewoon Erasmus gaat zoeken. E-R-A-S-M-U-S. Erasmus. In Rotterdam heb je nog een Erasmus Universiteit. Dus daar ga je ook naar doen. Op het internet. Hè? Ik weet niet, Jeronim of Dionon. Ja, goed, maakt het niet uit. Het is een hele mooie voornaam. Onthoud die voornaam. Erasmus heeft meegewerkt. Dat was ook zo'n Nederlander. Die was niet dom hoor. Hij heeft een mooi boek geschreven. Het heet De Lof der Zotheid. Het zat best vol met grappen.
Dat is een andere. Nou, hebben we verder hier in Nederland dat gedoe met die Oranjes gehad. We waren al om van de pauze. Ik ging maar lekker door. En toen kregen wij hier in Nederland bezoek van buitenlanders. In totaal denk ik een stuk of 4 prominenten. En die 4 zal ik even bespreken. En de eerste die ik wil bespreken, dat is een hugenoot. En een hugenoot, dat is een volgeling van Calvijn, maar dan de Franse tak. En de hugenoten zijn ongelooflijk vervolgd. Er is een ding dat heet Bartholomeusnacht. Bartholomeusnacht. Look it up. Er zijn echt duizenden, tienduizenden van die hugenoten gechopt door de katholieke kuddekerk en al die meelopers. En hij was gevlucht. En hij is neergestreken in de Achterhoek. En de Achterhoek, dat is wat de Hagenezen heel vrolijk noemen, te dicht bij Duitsland. Maar dat is een geintje. Alleen maar een geintje in de zon. En die man die heette René Descartes. En van hem is het wiskundige begrip het Cartesiaanse stelsel. En Cartesiaans, dat betekent dat je niet doet aan gekromde ruimte. Waar Einstein later mee zou gaan beginnen. Nog wel meer wiskundigen. En René Descartes had zoiets van nee, je werkt met rechte hoeken en je meet en dan is alles duidelijk. Was zijn ding. En voor de rest had René Descartes ook een heel goed onderscheid tussen dat wat een idee is. En een idee heeft geen ruimtelijkheid. Een idee heeft geen gewicht. Het woord is niet extensie. Maar in een idee, als je zet iemand op een weegschaal en dan vraag je aan die persoon, heb je een idee? En dan zegt die persoon nee. Nou, dan lees je zijn gewicht af op 3 decimalen nauwkeurig. Je hebt een digitale weegschaal of zo. En dan wacht je tot die persoon een idee krijgt. En dan kijk je opnieuw op die weegschaal. Nou, die weegschaal is niet zwaarder. Hooguit lichter. Want die mens die zit uit te ademen. En iedere keer als je uitademt, dan gaat er waterdamp van je weg. Dus elke keer dat je uitademt, word je iets lichter. Dat idee heeft geen gewicht. De uitvoering wel. Nou, kortom, René Descartes was niet. Dat was geen vriendje van de katholieke kerk. Hij deed daar niet aan mee. Hij deed niet mee aan de heilige drie-eenheid. God de Vader, zijn Zoon en de Heilige Geest. Alsof dat 3 verschillende goden zijn. Hij sprak gewoon van, er is een idee, er is een geest, er is een wil. Zo zou dat later verwoord worden door een Duitser. En die wil, dat idee, dat heeft geen gewicht. Dat is een ander rijk. Het idee behoort niet tot de materie. Want materie is het gevolg van het idee. Dat zei Descartes. Nou, breng daar eens wat tegen in. Probeer het eens. Denk jij dat ideeën gewicht hebben? Nou, ze hebben pas gewicht als de uitvoering tot alle tevredenheid verlopen is. Dat geeft gewicht aan een idee. Maar dan moet eerst die schepping plaatsvinden. En voor de rest was René Descartes. Hij was een hugenoot, dus hij heeft zijn Bijbel gelezen. Hij was goed in wiskunde. Ik heb verder geen hekel aan hem. Hoe kreeg je?
niet precies. Nou, René Descartes was een van de eerste. En toen heb je daarna, heb je... Laat ik beginnen met Maharishi Yogi. Die zat in Flowdrop. Flowdrop is, dan spel je Victor. Nee, of Frederik. Ik dacht Victor. Nee, Victor. Victor, Leo, Otto, Dirk, Richard, Otto, Pieter. Flowdrop. En hij zat daar dus transcendentale dingen te doen. Transcendentale meditatie of zo. Hij was zo'n soort leider. Maar veganist. Een oude man met een baard. Ik denk niet dat hij iemand kwaad heeft gedaan. Die zat in Flowdrop. In het noorden van Limburg. En hij zei dus ook van ja, het is ook gewoon flow, drop. Hè? Dus de stroom valt. De stroom, de flow, die kan alleen maar flowen als die valt. Dat is een doordenker hoor. Die man kwam uit India. Ja, die zat lekker in Limburg. Ik heb er nooit vervelende verhalen over gehoord. Allemaal van die mensen die je dan op tv zag. Dat je denkt van nou, jij bent behoorlijk tweet. Hè. Allemaal van die vrouwen met patchouli. Zo'n parfum dat ruikt naar natte kleren. Ik weet verder niet zoveel van Maharishi Yogi. Ik wil ook helemaal geen transcendentale meditatie doen. Ik heb helemaal geen zin. Maar als iemand dat wil doen, dan zit hier in de buurt zit ook een sportcentrum. En dan betalen mensen gewoon rustig €5, €10 per avond. En dan gaan ze allemaal lopen zweten. Zo. Maar ik doe dat niet. Maar dat betekent niet dat een ander dat niet mag. Dus als jij transcendentale meditatie wil doen. Go en knock yourself out. Ga en sla jezelf bewusteloos. Nou, we hebben het nou gehad over de Achterhoek. Hè, dat is te dicht bij Duitsland. Ongeveer de hoogte van Arnhem. Dus je neemt gewoon Amsterdam, Utrecht. En dan richting Arnhem. En dan gewoon doorrijden. Ja. En dan kom je vanzelf in de Achterhoek. Te dicht bij Duitsland. Als je op een gegeven moment allemaal ziet staan van... uitrit op zijn Duits. Dat weet ik dan. Ja, maar in ieder geval, als je ziet staan Stau alert, filewaarschuwing, als je ziet staan Stau alert, Stau, ja, dan ben je dus te ver doorgereden, zeker in Duitsland. Dat is dus waar René Descartes zat. En heb je dan eronder, in het noorden van Limburg, heb je dan Maharishi Yogi gehad. En nu gaan we naar het noorden. En daar zat een man. En dat is een heel erg interessant verhaal. Ik hoop dat jullie nog even hebben. Ik zit nu op 3 kwartier, maar dit wordt echt beren interessant. En anders zet je me even op de pauze en dan luister je morgen verder. Hè? Als je nu een tosti moet gaan maken voor je kind, dan zeg ik gewoon nu even tijdelijk tjus tegen je. En dan zet je maar op pauze. Krishnamurti, ik zal hem even zo'n boek erbij pakken. Is dat ook in Nederland? Hier de autobiografie van Krishnamurti. Nee, een biografie. Die is geschreven door een vrouw, denk ik. En die heet Jayakar. En ik ga even kijken naar wat zijn... Oh ja, diegene die het geschreven heeft, heet Poepoel Jayakar. Poepoel is niet echt een Nederlandse naam, vind je wel? Wat was zijn voornaam ook alweer? Dat is een heel mooi boek. Oké, dat is J. Krishnamurti. Wat was het nou ook alweer? Yoshi? Zo. Nou, Krishnamurti... Die is een... Hoe we dat noemen? Een soort van kerk begon.
in Ommen. En Ommen, dat ligt in het noorden van Overijssel. En hij is benaderd op jonge leeftijd door iemand van de Theosofie. De Theosofische beweging. En dat ging dan volgens mij om meneer Loodslager. Leadbeater. Op zijn Engels. En toen had hij nog een broertje. Dat broertje is later doodgegaan. En ze hebben hem uitgekozen als hun leider. Toen heeft meneer Krishnamurti een concilie gehouden. Niet eens in een gebouw, maar gewoon op een heuvel. En die heeft heel erg vriendelijk tegen die mensen gezegd. Want ik ben uitgekozen als jullie leider. En ik geloof daar niet. Kan jullie leider niet zijn. Ze kunnen wel zeggen dat ik het ben. Dat hij de Maitreya is. Hij zei, ik ben het niet. Dus dan kan je wel lopen janken. En die mensen waren stom verbaasd. Van ja, je had onze leider kunnen zijn. En dat is lang daarvoor met Christus Jezus. Van ja, onze koning, hè, de koning der Joden. En Krishnamurti zei, ja, dat gaat er gewoon niet in zitten. Dat laat hem niet worden. Nou, dat leverde natuurlijk een conflict op met die theosofen. Die alles op hem hadden ingezet. Die meneer Leadbeater, volgens de geschriften dan, hè, volgens de geschiedenis, die heeft zelfs de moeite genomen om met hem seks te hebben. En misschien met zijn broer ook wel. Nou, zijn broer is toen dood gegaan. Weet je ook alweer? Jidda? Ja, Jidda volgens mij. Jidda Krishnamurti. En hoe zijn broer heette, weet ik niet. Wat ik wel weet, is dat Krishnamurti naar Nederland gekomen is. En die heeft in Ommen, is die verwelkomd. En een van zijn... Wat hij vaak zei, is dat hij zei van, ik heb ontzettende hoofdpijn. Ik kan me er iets bij voorstellen hoor. Je bent als, want toen hij dus 14 was, 13 was, is hij van straat afgeplukt door een theosoof. Zo'n volgeling van Helena Petrovna Blavatsky. Hij is geneukt door die kerel. Zijn broertje is verneukt. Zijn broertje is dood. En hij moet een Maitreya gaan lopen wezen. Nou, ik dacht het even lekker niet. Dus Krishnamurti moest op de vlucht. En hij is dus afgedaald in Ommen. Omringd door mensen die hem met hun lichaam zouden beschermen. Hij wist dat hij daar veilig was. En hij kon wat vertellen. En dan zit je maar in Ommen. Ja, in de Himalaya is het ook niet altijd lekker weer. En in Ommen ook niet. Hè. Maar je leeft wel. En van Krishnamurti is een hele mooie uitspraak. Dat zij hem, aan hem vroegen van, hoe zie jij de dingen dan? En dat hij zei, als ik een kamer binnenkom, dan zie ik niet alleen de mensen die daar zijn. Ik zie ook de kleur van de gordijnen. Ik zie een stukje speelgoed in de hoek liggen. Ik zie een volle asbak. Ik zie van alles. En ik concentreer mij op de dingen die voor mij van belang zijn. Zodat ik tegen jullie kan praten. En niemand begreep een deuk van hem. Ik ben benieuwd hoe die overleden is eigenlijk. Hoe dat gegaan is. Met zijn hoofdpijn. En hij hield ongelooflijk veel van autorijden. En ik ook. Ik hou echt van autorijden. Een ontzettend leuke bezigheid. Vooral hard rijden. Lekker scheuren. Net als Max Verstappen.
terwijl het regent, geven we toch gas. En dan gaan we gewoon lekker slingeren over de, weet het ook weer, waterplening of zo. Dat je zo'n laagje water tussen je rubber en het asfalt krijgt. En dan gewoon door blijven gassen. Goed de bocht in de gaten houden. Want anders dan lig je met je auto aan de kant. En voor hetzelfde geld zit je tegen de tribune aan. En dan krijg je net zo'n drama als in het Heyselstadion. Maar zo'n coureur was Jiddu heet die man. Jiddu Krishnamurti ook. Dus onbedoeld hebben die stomme theosofen. Want ik vind het ongelooflijk, stel je dat ze. Laten we het daarover eens zijn. Ik ga toch niet op zoek naar een Maitreya. Want ik neuk hem wel even klaar. Dat kan toch niet. Maar goed, die jongen heeft dus hier gezeten in Ommen. Ik heb nooit iets slechts over hem gehoord. Over hemzelf dan. Hè? Die ledbieter, die loodslager. Of die Anita Brigant van die tijd. Blavatsky, maar Helena Petrovna Blavatsky was toen al overleden. Die was al weg. Daar kregen we een naam nog. Dat is echt een heel leuke. Je hebt dat gedoe gehad met de Koran. Dat weten jullie, hè? En de Koran, dat is... Ik sprak voor een paar dagen terug een man... En die was dan Mohammedaan. Hij had een grote bek. Hij was een Mohammedaanse Turk of een Turkse Mohammedaan. Ik denk dat ik moet zeggen een Mohammedaanse Turk. Want ik vroeg aan hem, wat heb jij de Koran gelezen? Nou ja, zei hij, ongeveer voor een derde. Ik zei, oké. Wat vond je ervan? Nou, zei hij... Niet te begrijpen. Dus gewoon na een derde Koran had hij zoiets van, dit is mooi geweest. Geef mijn potje maar een fikkie. Geef mijn bordje maar een fikkie. Geef mijn portie maar een fikkie, zo moet zeggen. Want er is vast wel iemand die deze meuk wil lezen, maar ik hoef dat niet te lezen. En dat is dan wel een Mohammedaan. Ja, ik als bijbelgelovende christen, ik zou dat nooit zeggen over mijn bijbel. Normaal niet. Maar de Koran, daar is wat mee. En wat de Koran is, dat is een neoplatonistisch, uitermate filosofisch onderbouwd, verschrikkelijk mooi in elkaar zittend, metafysisch, logisch geschrift. Het is zoiets als dat werk van Bach, niet Eine kleine nachtmuziek, dat is van Mozart, maar dat werk van Bach. Wanneer die 32 variaties. Wat is het nou? Oh ja. De Goldberg variations. Gewoon voor de meeste mensen veel te ingewikkeld. Toch staan er in de Koran een aantal dingen die kloppen. Want de waarheid, dat is maar één waarheid. Dat hij in meerdere boeken staat, daar moet jij niet over zeuren, want je bent niet beter dan God. Je bent zelfs niet beter dan ik. Je bent ook niet minder dan ik. Dat geef ik je dan gelijk cadeau. Niks aan de hand. Maar je bent niet beter dan God. Goed begrepen. En die Koranisten, die mensen die de Koran lezen, dat verschrikkelijk ingewikkelde boek. Het is bijna nog ingewikkelder dan Friedrich Nietzsche. Bijna dan. Hè? Friedrich Nietzsche vind ik. En Martin Heidegger is al helemaal ingewikkeld. Hè? Maar de Koran is ook ingewikkeld. Voordat je die begrijpt. Ja. Is er binnen de Koranisten, binnen de Mohammedanen, is er vanuit Perzië, in een soort connectie met Perzië, dus wat we Iran noemen, daar is een beweging uit ontstaan. En die heet het Soefisme. En Sufi, dat lijkt op het Griekse woord Sofia. Sofia is de hoofdstad van Bulgarije trouwens. Maar Sofia betekent wijsheid. En het Soefisme ging alleen maar in op wijsheid. En wat zij gedaan hebben, is ze hebben
de Koran aangevuld met poëzie. Via de poëzie werd de Koran uitgelegd. En van, je moet elke dag je vrouw slaan. En als zij niet weet, nee, als jij niet weet waarom, dan weet zij het wel. Zoiets staat er toe. Ja, wat betekent dat? En die man, want die was toen de leider van de Soefi-beweging, die is in Den Haag neergestreken. Dus hoeveel hebben we er nu? We zijn begonnen in de Achterhoek. Ja, dat is te dicht bij Duitsland, ter hoogte van Arnhem. Ter hoogte van Arnhem-Utrecht. Dan heb je daaronder waar Limburg begint, wat we zo snel mogelijk... Of we gaan België annexeren en dan blijft Limburg bij ons. Of we geven Limburg aan België. Afgelopen met die handel. Keuzes maken. Maar voorlopig is Limburg nog van ons. En dan heb je links. Nee, daarboven in Bezwolle heb je dus Krishnamurti gehad. En dan helemaal links. Inayat Khan. De leider van de Soefi-beweging. Dat waren vier mensen. Van buiten. Want die Achterhoeken, dat was een hugenoot uit Frankrijk. En die in Vlodrop, dat was een Indiër uit India. En Krishnamurti was een Indiër uit India. En Inayat Khan, dat was een Pers misschien wel. Misschien was het wel een Saoedi-Arabiër. Dat is allemaal gebeurd in Nederland. Waar konden die mensen anders terecht? Had Inayat Khan naar Noorwegen moeten gaan? Naar Oslo? Lekker in de kou. Hey, die kwamen naar Nederland. En dat is ons karma, kan je zeggen. Nou, wij... We zijn gewoon lekker doorgedenderd in die tijd. We hadden er nooit ergens last van. Een beetje zo. Zo. En wat kregen wij toen aan het begin van de 20e eeuw? Meer. Als eerste kregen wij, als ik het goed zeg, ongeveer gelijktijdig, kregen wij twee mensen, twee Nederlanders. Die ene heette Lutze Brouwer. En die andere heette Gerard Heijmans. Lutze Brouwer, dat was een wiskundige. En dat niet alleen, hij was ook logicus. En hij heeft in het Nederlands uitgelegd dat de Aristotelische logica niet kan. Dat kan je wel doen. Het lijkt wel leuk. Net als op een rekenmachine, 3 keer 4 is 12 en 12 min 5 is zoveel. Hè? Het lijkt wel leuk, maar het slaat nergens op. En hij kwam dus met zijn begrip de intuïtionistische logica. Logica op intuïtie. Erg ingewikkeld. Behalve als je het snapt. En dan is het helemaal duidelijk. Om het even in het kort uit te leggen, waar Lutze Brouwer het over had, dat is dat in de Aristotelische logica, heeft dus volgens het verhaal, Aristoteles, de leerling van Alexander de Grote, de leraar, Alexander de Grote was een leerling van Aristoteles. En Aristoteles was een leerling van Plato. En Plato was een leerling van Socrates. Zo zit het in elkaar. En Aristoteles heeft gezegd, de volgende zin is waar, dubbele punt. Morgen is er een zeeslag bij Carthago. Of morgen is er geen zeeslag bij Carthago. En dat kan ik zeggen zonder iets gezegd te hebben. Want dit is een tautologie. Dit is iets wat altijd waar is. Morgen regent het of morgen regent het niet.
Dus, op zijn logica geschreven, zeg je dan, dan nemen ze altijd P van propositie, dus een bepaalde voorstelling. Bijvoorbeeld, het regent, hè? Dat is een voorstelling. Dus als ik tegen jou zeg, het regent, dan kan jij je voorstellen dat het regent. En ik zeg tegen jou, morgen regent het. Dat is dan P. Een soort weersvoorspelling. Of ik zeg, morgen regent het niet. En als ik ze allebei tegelijkertijd zeg, heb ik altijd gelijk. Op zijn logica's uitgesproken, zeg je dan P, gewoon alleen maar de letter P. Dat is een beetje lastig, maar hè, P is dan dat het morgen regent of dat er morgen een zeeslag is bij Carthago. Hè. En dan doe je een disjunctie, mooi woord. Dat betekent of. En dan doe je een negatie. Dat betekent niet. En dan doe je weer P. Dus P of niet P. Zoals Shakespeare zei, to be or not to be. Ja, die klopt niet. Lutze Brouwer weet dat het zo is. En Lutze Brouwer weet dus ook dat ieder logisch bewijs waarin die Aristotelische tautologie opgenomen is van P of niet P, en dat is altijd waar, daar staat het nu. Lutze Brouwer heeft ook een essay geschreven en dat heet De Droeve Wereld of De Droevige Wereld in het Nederlands. Prachtig verhaal. En Lutze Brouwer heeft ook heel veel wiskundestellingen CQ onderuit gehaald en dan wel bewezen. Een hele slimme Nederlander. L.E.J. Brouwer. Lutze, Eduard en dan die J weet ik niet. Johannes? Zou kunnen. In dezelfde tijd ongeveer was er in Groningen een man en die heette Gerard Heijmans. Ik heb zijn naam net genoemd. Gerard Heijmans die woonde in Groningen en hij is geboren in een klein dorp, ergens boven Groningen en doorgestoomd. Hij was een genius, een geniaal en hij werd professor metafysica aan de Groningse Universiteit en geloof mij maar dat het katholieken waren. Groningen is best wel katholiek, alhoewel het in het noorden ligt. En zijn hoofdwerk, dat heet De Inleiding in de Metafysica. En of Gerard Heijmans nou een bijbelgelovende christen was, dat zou kunnen. Zijn boek, Inleiding in de Metafysica, is geweldig. Daar valt geen speld tussenin te krijgen. En ik mag voor de mensheid hopen dat ze over enige tijd nog kennis nemen van dit werk. Wat Gerard Heijmans gedaan heeft, hij was filosoof. Dat betekent je bent geen wetenschapper. Je bent alleen maar een soort gouvernant, een toezichthouder. Je kijkt wat er gebeurt en je trekt je conclusies. Zonder dat je experimenten hoeft te doen. Want uit de taal, uit de kunst van het denken, weet je al wat er mogelijk is. En Gerard Heijmans heeft al gezegd dat al dat wetenschappelijke gefrommel, je maakt een model. Je zegt, oké, ik maak een model. De wereld is, als zoals Isaac Newton zegt, de wereld is een verzameling van pingpongballen. Elektronen. Zo. Al die elektronen, die pingpongballen, die bots, 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 bots. En dan ga je gewoon muziek maken. En dan ga je kinderen krijgen. Dan ga je ontbijt maken. En dat komt door die botsende atomen. Dat zei Isaac Newton.
Sir Isaac Newton. En die was ervan overtuigd. Dat gewoon een beetje botsen tegen elkaar. En dan krijg je vanzelf kinderen. En dan ga je ontbijt maken. En dan, oh, ik moet naar de bus. En Gerard Heijman zegt nee. Er is geen model van deze wereld. Alle modellen zijn per definitie faal. Want ze kunnen niet uitgewerkt worden. Het is een geweldig boek. Inleiding in de metafysica. En die man is inmiddels uit jaren 20, jaren 30. Heb je nog zo'n Nederlander die heette Jordan? Die heb ik ook een keer besproken. En die haalt Darwin onderuit. Charles Darwin met zijn vreemde, rare, stomme evolutietheorie. Hoezo evolutietheorie? Ik ken dus ook luchttheorie. Ja, er is lucht. En daar heb ik een theorie over. Want lucht is alles. Ja, luchttheorie. Evolutie is. Lucht is er ook. Water is er ook. Zand is er ook. Rottende klei is er ook. Ik heb momenteel een overleden rat in mijn huis. En die kan ik niet vinden. Maar ik ruik hem wel. Ja, is er allemaal wel. Evolutie is iets wat zich vanzelf ontwikkelt. Die kan je zien. En dat is de Nederlandse cultuur tot en met 1930 ongeveer. Kortom. Wij Nederlanders, wij hebben altijd ruimte geboden aan Krishnamurti's en Maharishi Yogi's en Hugenoten zoals Descartes. En die Soefi's zoals Inayat Khan. Nou, kom maar binnen. Dat is onze cultuur. Nu ga ik richting afsluiting. En dat gaat nog even duren hoor. Dus misschien dat ik nu weer een kopje rooibos thee moet gaan pakken. En dat ding op pauze moet gaan zetten. En een tosti moet gaan bakken voor je kind. Of iets anders. Een appel. Niet een appel bakken, maar dat ik een appel pakte. Dus dan neem je even pauze. Want nu gaan we doordenderen. Want die stomme kutkatholieken, kudde, zei ik. Ik zei kudde. Die stomme kudde katholieken, die blijven maar door eikelen. Dat gaat maar door, zei ik. En wat krijgen we dan? Kijk, die katholieken, dat komt allemaal van de Romeinse kerk, Romeinse Rijk. Hè? Die mensen die hun eigen taal hebben verzonnen van aquam, aquo, aquum, aqui. Ik ben net niet in het water gevallen. Dat is dan aquoion, denk ik. Want ik viel bijna in het water. Dat moet je zeggen aquomion. De Latino's, die hebben Zuid-Amerika gebouwd. Want die waren makkelijk te pakken. Want wij Europeanen, wij hebben lengte. Ik ben 6 voet lang ongeveer. Dus 1,80 meter. En dan sta je gewoon boven die kleintjes uit de toren. Die Zuid-Amerikanen. Als. Die hebben ze gepakt, joh. En toen na de Tweede Wereldoorlog, Zuid-Amerika, ja, al die mensen die waren tot de armoedstaf. Verheven, mag je denk ik wel zeggen. Ze hoeft alleen nog maar armoedig te zijn. En was die Tweede Wereldoorlog voorbij, er zijn al die nazi's, die nationaal-socialisten, die leuke afdeling van de paus, want de paus die houdt enorm van fascisme. Hè? Als je de paus om 3 uur 's nachts wakker maakt, en je zegt tegen hem, geil, Hitler, man, dan moet je een bokkenpruik op je kop zetten. En dan krijgt die paus toch een paal in zijn broek, jongen. In zijn pyjama. Sorry, ik wil niet te beledigend zijn. Maar hij heeft natuurlijk een pyjama aan. Natuurlijk slaapt de paus niet in zijn broek. Die heeft wel een pyjama aan. Maar dan krijgt hij wel een paal, jongen. Hebben ze Argentinië, Patagonië. Daar zijn al die pauselijke medewerkers. Die moesten wel weg. Het ging allemaal een beetje fout.
Ken je het verhaal van generaal Patton? Dat generaal Patton, Patton of zo, hoe wil je maar noemen. Maar die was bij de overwinning aanwezig in Duitsland. En die zat echt zijn nagels af te bijten. En die zei tegen zijn collega's, en er waren ook allemaal generaals. En die zei tegen zijn collega's van jongens, we hebben de verkeerde vijand bestreden. Want met die Duitsers is niks mis. Even later was hij dood. Al die nazi's dus naar Noord-Amerika gegaan. Werner von Braun. Die is naar Noord-Amerika gegaan. En niet de enige natuurlijk. En een hele bult is naar Zuid-Amerika gegaan. En dan lekker doorwippen met lekkere wijven. En wat krijgen we daarvoor terug? Een prinses Maxima. Die zegt, de Nederlandse cultuur bestaat niet. Ja. Prinses Maxima is een Teletubby in La-La-Land. Zij zegt in feite van ja, lieve Nederlanders, ik ben helemaal uit Argentinië hier naartoe gekomen om seks te hebben met die man met die lelijke tanden, die veel te veel bier drinkt en ja, heb een beetje waardering voor mij. Ik geef jullie 3 nieuwe kinderen. A, A, A. En jullie hebben geen cultuur. Nou, ik denk dat prinses Maxima, of koningin Maxima, de heilige Maxima, maakt me ook niet uit. Maxima, de moeder van God, bid voor ons zondaars nu tot in de dood van... Nee, heilige Maxima, bid voor... Heilige Maxima, een moeder van God, bid voor ons zondaars nu en tot in het uur van onze dood. Amen. Nee, dat gaat hem niet worden. Ik doe dat niet. Ik heb niet geen respect. Het is niet zo dat ik geen medelijden heb met haar. Ik vind alleen dat zij een over het paard getild persoon is. Omdat ze beweert dat mijn volk, ik ben een Nederlander, hè? Ik praat Nederlands. Ik ben in Groningen geweest, ik ben in Friesland geweest, ik ben op Schiermonnikoog geweest, ik ben op Ameland geweest, ik ben op Terschelling geweest, ik ben in Schorel geweest, ik ben in Katwijk geweest, ik ben in Scheveningen geweest, ik ben in Zandvoort geweest, ik ben in Bloemendaal geweest, ik ben in Zeeuws-Vlaanderen geweest, ik ben onderin Zeeuws-Vlaanderen geweest, ik ben veel te dicht bij België geweest, ik heb in het westen van Brabant geweest. Ik ben een fucking Nederlander. En ik weet waar Nederland het over gaat. En die stomme Tut Hola, die zegt dan dat wij geen cultuur hebben. Oh nee joh. En waar zij het over heeft, van ja, jullie Nederlanders, jullie zijn slimmer dan de paus. En daar houdt de paus niet van, dus ik ga over jullie kop heen pissen. Ik ga jullie even lopen afzeiken, want ik ben van de paus. En dat heeft ze ook zelf gezegd. Ich bin ein Latino. Ja? Ik ben een Latino. Zoals die John F. Kennedy zei, ich bin ein Berliner. Zo zegt zij, met John F. Kennedy, daar heb ik nog iets van, dat is wel leuk. Ja. Maar Maxima die zegt, ich bin ein Latino. Dat betekent dat ze van zichzelf zegt, ik heb nooit taalonderwijs gehad. Ik heb alleen maar dat brabbeltaaltje gehoord. Waarbij je een V uitspreekt als een B. Dat zegt Bessa. En dat komt dan hier naartoe om de koningin te zijn. Van ik ga jullie cultuur leren. Maar wat is de cultuur dan van het mens? Nou, de cultuur van de mens is, ze luistert altijd gewoon naar de paus. Het is allemaal van de paus. En ik wil hem Alexander ook. En ik vind het zelf, dat ik wil een politicus waarbij de loyaliteit ligt bij Nederland. Want anders wil ik hem niet als politicus. Ik kan een politicus nemen die zegt, ja, ik ben hier eigenlijk IJsland. Ik ga IJsland heel veel geld geven. Ja, dus als jullie allemaal jullie spaargeld naar IJsland overmaken, ja, dan komt het allemaal goed. Want dat is ook gebeurd trouwens, dat we ons spaargeld kwijt waren. Weet je nou?
Maar ik wil dat de loyaliteit van de politicus, die ligt bij Nederland. En je houdt maar van Nederlanders. En je gaat er maar voor zorgen. Als je vindt dat je voor Nederlanders kan zorgen. En die Willem-Alexander, die zorgt helemaal niet voor mij. En zijn vrouw zorgt ook alleen maar voor een mooie presentatieronde als ze houden. Want hun loyaliteit ligt bij de paus. Dat zijn allemaal angsthazen. En Maxima ook. Van, oh, ik ben zo blind. Ik kan niet eens de Nederlandse cultuur zien. Oh, help mij. Help mij. Dat gaat Willem-Alexander maar doen. Dat is toch haar man. Dan gaat hij haar maar meenemen aan het schorrel. Ah. Ik heb dus van die 5 eilanden die we hebben. Dus Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog. Ik heb er 3 gedaan. Ja. Laat Willem-Alexander haar meenemen naar alle 5 eilanden. Hij heeft toch poenzat. Hij heeft elke dag vrij, man. En laat die haar maar de Nederlandse cultuur leren. Ik toch niet. En als zij te blind is om die te zien, ja, rot op. En dan komen we aan het volgende. Iedere politicus hier in Nederland, waarbij de loyaliteit primair ligt bij de paus, oprotten. Wegwezen. Je bent te stom voor woorden. Hoe haal je dit in je hoofd? Dat kan toch helemaal niet? Zal ik het boek Daniel erbij pakken uit het Oude Testament? Waarin Nebukadnessar een droom had gehad. En die riep al zijn priesters bij zich. En die zei van, leg mij mijn droom uit. En die priesters zeiden allemaal, wat was de droom? En Nebukadnessar nam er geen genoegen mee. Die zei, nee, ik heb gedroomd. En jullie gaan nu vertellen wat ik gedroomd heb. Nou, die priesters konden dat niet. Allemaal moeilijk zeg. Ik weet niet precies hoe het in de Bijbel staat, maar ik zou zeggen, al die priesters kop eraf. Afgelopen ermee, stel het je onzinpraters. En toen kwam Daniel. En Daniel wist het. Daniel wist wat die heerser Nebukadnessar gedroomd had. En zo denk ik er ook over. Maar wat die oranjes en wat er maar bij hoort met die paus en allemaal mooie pakjes en een goede hoed en vrouwen met... je moet maar willen, je moet er maar van houden. Ik hou er niet van vrouwen, ik vind ze veel te ingewikkeld. Maar dat is mijn ding. Ja. Maar je bent een heerser. En dan heb je gewoon te heersen. En een heerser... Wiens voeten bestaan uit klei en ijzer. Die valt in elkaar. Wat Daniel tegen Nebukadnessar zei. Van jongen, jij loopt hier lekker de baas te spelen in Babylon. En iedereen is bang voor je. Maar je onderkant, je volk. Daar heb je wel ijzer in gestopt. Dus de NSA of zo, een veiligheidsdienst. Dat lijkt je wel in de gaten te houden. Maar je voeten voor de rest zijn van leem. En als er een scheurtje in komt, dan sodemietert de hele boel omlaag. En dat zeg ik ook tegen Willem-Alexander en zijn lieve vrouw. En ik ben hartstikke blij dat ik niet om hoef te gaan met zo'n vrouw. Want ik zou er echt gek van worden. Een totale... Ik trek dat niet. Ik ben om die reden ook polygamistisch. In die zin van, ja, laat alsjeblieft een stuk of 3, 4, 5 vrouwen naar 1 man. Dan hoef je daar zelf niet voor te zorgen. Dus ik heb medelijden met al die mensen. En ga niet lopen pissen over mijn Nederlandse cultuur. Want ik heb ook nog een keer de Bijbel gelezen. Snap je? Je gaat mij helemaal de pis niet lauw maken, man. Je kan lopen zeiken wat je wil. Ik trek mij er gewoon niets van aan.
En jullie ook niet. En je gaat me trots lopen wezen op je Nederlandse afkomst. En je fantastische Nederlandse taal. En dat stomme Latino geblair van die Maxima. Van wat is de wifi-code? Dat ze heeft het nog een keer in de krant laten zetten ook. Hè? Als ze mijn vrouw was geweest en ik had het in de krant gezien. Dat zij gevraagd had om de wifi-code. Dan was ik, oh man. Had ik echt een gesprekje met haar gehad. En gezegd van lieve schat. Het zit als volgt in elkaar. Je hebt wifi-netwerken. Die hebben een naam. En die kan je gewoon direct zien op je iPad. En die moet vragen om het wachtwoord. Maar zij kent dat niet. Want zij is Latino. Zij heeft dat knutseltaaltje geleerd. Van aquam, aquai, aku, aqui, aquo, aquam. Ja. Want ik wilde in het water vallen, maar het lukte niet. Dat is een aquarium. En dat soort eikels die regeren dan hier de boel. En ze willen ook helemaal niet samenwerken. Die hebben rond 30.000 verschillende belastingssystemen. Ah, zij maar lekker in de rond te lopen met de drie kinderen. Hoe leuk is dat. Echt geinig. En de Nederlandse cultuur is er dus. En nog even door te denderen. Wij praten hier Nederlands, hè? Nou, Nederlands, dat heette vroeger Teutoons. En Teutoons, dat betekent een Teuton, dat is een Rus. Ga maar op Wiki Dinges Translate en typ maar het woord Titan in. Theodor, Isaac, Theodor, Anton, Nico. Kijk maar wat het is. Dat is een reus. Een Titan. Dat spreken wij hier. En onze taal. Wij zijn net zo vergiftigd als die Duitsers. Dus hier zitten ze ons ook te pesten. Met allemaal taalregels over D en DT. Iedereen maakt een schrijffout en alle andere mensen lachen. Dat had een DT moeten zijn. Jij hebt verloren. Ja, die taal spreken we hier niet. Wij spreken hier Tartans. En dat laat zich het beste verwoorden met diets. En het diets, dat wordt sprook. En ik ga even overschokkel. Dat diets wordt sprook in Vlamingen. Dat spreekt ze ook in de Brabus. En de Brabus is ook van de België. Daar is ook dat diets in Limburg. En gaat dat diets in de Achterhoek. Gaat dat diets hier in Gelderland. Gaat dat diets in Noord-Holland. Gaat dat diets in Frisk, in de Friesland. En dat diets, dat kan ze doorspreken in Duitsland. Ach, maar een beetje rustig brood. Rustig spreek. Wij praten dan van brood. En die Duitsers, die hoogdietsers, die hebben het dan over spreek. Maar dat mag het dan wel goed. Of we nog brood of spreken. Het is allebei hetzelfde. Dit is ons gebied. En dan kan de Maxima wel zeggen van, ik kom het overnemen met mijn AAA. Ja, dan gaat ze nog maar bewijs. Het gaat zij nog maar bewijzen. En wij hebben de beste taal in handen. Want dat stomme Latino, de Latijn, dat is verzonnen, nou dat weet je, denk ik, maar dat wordt iets van 300 jaar voor onze jaartelling. 200 jaar. Want dan hebben ze die barbaren, Hongaren, Bulgaren, maakt niet uit. Als er een man was en die had gewoon helemaal niks meer, die kreeg gratis een uniform en eten en drinken en wien en wijn en een vecht. Dat is dat Latino gezeur. En wat ik dus wil, is dat iedere politicus die Latino is, die van de paus is,
Weg. Per onmiddellijk. Met de staart tussen de benen. Ik wil dat wij Nederlanders opstaan voor ons eigen land. En dat je een Suri bent, I don't care. Het maakt mij niet uit. Als je maar voor Nederland bent. En dat je je niet wil onderwerpen aan een of ander stom regime van de onfeilbare mens sinds 1870. Je moet beseffen dat het niet kan. Dat is blasfemisch. Dat is godslasterlijk. Dat moet toch ook de eerste beste koranist kunnen begrijpen. Ben ik nou zo dom of jullie zo slim? Wegwezen met die katholieken. Die katholieken, zoals Mark Rutte, ga dan naar Vaticaanstad. Ga daar op de grond liggen voor de paus en kussen voeten. Wegwezen hier uit Nederland. Ophoepelen. Dat was vroeger een gebruik, hè? In de 17e eeuw, 18e eeuw of zo ongeveer. Ja, in Amerika wisten ze korte metten te maken met een katholiek, hoor. Oh, je bent katholiek? Mooi zo. En er werd er niet meer mee omgegaan. Want je bent van de stomme mythe van Isis en Osiris en Tammuz. Oftewel Semeritas en hoe heet die? Oh ja, Nimrod en. Weet dat kind dan ook alweer. Maar het is allemaal hetzelfde gezeur. Er zijn geen drie goden. Er is maar één God. En die houdt van jou. En die klojo's, die moet je echt tegen de grond aan meppen. Kijk, toen ik 8 was. Toen had ik nog geen Bijbel gelezen. En dan was ik dan. En dan werd ik afgezeken in de klas. En op mijn. Je, het is gewoon 1, 2, 3, 4. Bam! Hou op met mij af te zeiken. En dat moeten jullie ook doen. Je moet die katholieken wegsturen. Ga lekker in Vaticaanstad wonen, man. De City of London, hoppakee, allemaal naar de City of London. En in Washington DC pompen we ook helemaal vol. Met al die snollen. Of ze nou mannelijk of vrouwelijk zijn, het maakt niet uit. Het zijn allemaal snollen. Ga daar dan wonen. En laat ons het land bewerken, want het land is van ons. Christus Jezus heeft gezegd, de erfgenamen van deze wereld, dat zijn de zachtmoedigen. En ze rotten maar op. Ter afsluiting, en ik ga zo dadelijk eventjes vrolijk worden, hoor. Maar trap ze eruit. Kom op. Pak Mark Rutte. Take him down. Gewoon paintballen. En Sonja Barend. Take her down. Marcel van Dam. Take him down. Als je Marcel van Dam naar het ziekenhuis schiet met je paintballmachine, ja, dan is dat huis van ons. Hoppakee. Hij in de zorgverzekering en wij krijgen zijn woning. Tijdelijk doen we gewoon een bord erop van. Marcel van Dam ligt in het ziekenhuis en wij zorgen voor zijn woning. Iets als Hudok of zo. Anti-kraak. En dan gaan we gewoon anti-kraak wonen in de woning van Marcel van Dam. Dan leert hij tenminste ook maar een keer. Die viespeuk. Die vieze katholiek. En die Babyloniërs eruit rammen. Bob Marley heeft zijn longen uit zijn lijf geschreeuwd. En niemand begreep hem. Inclusief mezelf tot een paar jaar geleden. En toen begreep ik wat hij bedoelde. Wat doen we dan? Mep ze eruit, man. Dus als jij, je bent een vrouw, hè? En je hebt een jongen en die zegt, nou, ik kan paintballen. Moet je gelijk tegen die jongen zeggen, hier heb je €20 en pak Marcel van Dam. Je moet kijken wat er van komt. Hij heeft de anonieme over chipkaart. Gaat hij gewoon lekker in de bossen liggen. Lekker in de frisse lucht. En wachten tot Marcel van Dam er buiten komt. En dan tjik. En dan krijg je Marcel van Dam. En dan tjik. Nog een keer. En nog een keer. Tjik. En dan. Heeft hij 3 blauwe plekken. En die jongen gewoon weg. Heel langzaam wegmoven. En hij heeft camouflage kleding aan. En Marcel van Dam die denkt. Waar komen die paintballs vandaan? Dan kan Marcel van Dam een keer gaan nadenken. In plaats van ik. Daar heb ik echt behoefte aan. Dan ga ik gewoon lekker op mijn rug liggen. Dan ga ik doen wat ik zin in heb. Eventueel nodig ik een vrouw uit. Vrouwen zeggen dat ik wel met ze om kan gaan. Ik vind dat van niet. Maar
Ik ga gewoon lekker als oudere man op mijn rug liggen. En jouw zoon, die pakt Marcel van Dam. En goed begrip. Want we moeten van die rotzooi af. En die katholieken weg. Want anders pakken we ze gewoon. En over de volgende keer, dan ga ik het gewoon nog beter over hebben. Over hoe de strategie in elkaar moet zitten. En dan ga ik het hebben over die mooie tekening. Die Alan, of dat symbool moet ik zeggen. Die Alan Watt heeft gebruikt. Van Cutting Through the Matrix. En hoe we dat gaan doen. Want een beetje, een heel klein beetje Armageddon voor mijn dood, alsjeblieft. Ik heb mijn hele leven lang, zodat ik dat nu toe geleefd heb, ik heb echt, ik stond 's morgens soms om 5 uur 's morgens stond ik op. En nu jullie. Je kan er niet verwachten dat ik op het 93 om 5 uur 's morgens mijn nest uitkom. Om mijn anonieme overchipkaart te pakken en dan gewoon naar Den Haag te gaan. Ja, kom op. Ik wil wel coördineren, dat is geen probleem. En anoniem en peer-to-peer, daar komen ze echt niet achter. Maar dan geinen, jong. Moet je toch voorstellen hoe Marcel van Dam op zijn neus kijkt. Als hij 3 blauwe plekken heeft. En zijn pak, dat kan hij wel naar de stomerij brengen, maar... De stomerij zal zeggen van, joh, we kunnen dit stomen, maar... Beter een nieuw pak kopen. En dan krijgt Marcel van Dam, ook ik weet niet of jullie die kennen, maar dat was het de hoofd van de VARA. Ongelooflijk, vieze man. Hoofd VARA. De VARA is de uitzendvereniging die zich ten doel gesteld heeft, onder andere om mensen die kinderen, die seks hebben gehad met kinderen, terwijl die kinderen nog niet oud genoeg waren om te weten wat er gebeurde. Ze hebben die kinderen verleid. En dan krijg je een snoepje of een uitje met de boot. Mag je met de boot mee? En daarna weer rampen tampen. Ja, je bent met de boot geweest, dus nu ben ik weer helemaal geil. En de VARA die heeft dat soort mensen beschermd. Hè, van oudsher af. Nou, pak die lui! Wat denk je dat je tegen de wil van mijn vader ingaat? Tuurlijk niet! Iemand als Marcel van Dam of Sonja Barend, die laat andere jongens in een reet neuken. En die mag jij niet paintballen. Ik dacht het even niet hoor. Oog om oog, tand om tand. Dat staat in de Bijbel. Pak ze terug. En jaag ze het land uit. Ze kunnen allemaal wonen in Vaticaanstad. We horen Marcel van Dam, die krijgt van een kamertje 3 hoog achter. En dan kan hij heerlijk bronwater drinken. En veganistisch de heren lopen prijzen. Waarvan hij denkt dat het de Heer is. Dan gaat hij wel roepen van... Lucifer, Lucifer, zou je om mij willen geven? Dan gaat hij de dames zingen. Stomme klojo. Dus Nederlanders, sta op. Of om het op zijn Kroatisch te zeggen, oestasje. En ik hoop dat ik dat laatste goed heb uitgesproken. Want ik kan niet zo goed Servisch. Wat is het? Bosnisch? Kroatisch? Maar die mensen verstaan elkaar wel. Oestasje. Sta op. Pik dit niet. Want anders ga ik het doen. En dan wordt het echt... Beter van niet. Hè? Ik ben oud. Man. Mooie stilte. En op zijn hamburgers zag ik tjus en daglievers.